Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Bushoff merkte in het begin van zijn betoog heel terecht op hoe de regio eigenlijk al geschaad is na het sluiten van de mijnen. Gebrek aan werkgelegenheid, geen goede economie. En dat is voor ons, BBB, dus ook heel belangrijk om daarnaar te kijken van, weten we wel wat we hier aan het doen zijn als wij zeggen van dat moet weg of die moet weg of dat bedrijf of die sector moet weg. Is de heer Bushoff het met mij eens dat ook in de toekomst we heel goed moeten kijken voordat we hier gaan roepen dat een sector weg moet of een groot bedrijf gesloten moet worden omdat we dit niet welgevallig vinden? Is de heer Bushoff het met mij eens dat we dan ook heel goed moeten kijken van wat betekent dat nou voor een regio als we dat gaan willen? Want we hebben gezien bij de mijnbouw in Limburg, maar we hebben het ook gezien in Twente met het verdwijnen van de textielindustrie. Eigenlijk van hetzelfde laken een pak, om het maar even in de termen te houden. Dat gewoon regio's zijn die nu nog eigenlijk kampen met schadelijke gevolgen van het verdwijnen van iets wat heel belangrijk was. En op die manier komen we dus in deze discussies terecht. Wat overigens terecht is hoor, wat de heer Bushoff zei. Maar ik wil het even iets breder trekken, want we zijn nogal geneigd in deze Kamer om al heel snel iets te roepen dat iets weg moet, zonder naar te kijken naar de gevolgen daarvan. Ja, voorzitter. Twee dingen daarover. Eén, ik denk dat er inderdaad veel regio's zijn in Nederland, met name wat meer aan de randen van Nederland zou je kunnen zeggen, die te maken hebben met gezondheidsachterstanden, toenemende armoede, voorzieningen die verdwijnen. En dat het cruciaal is dat wij die verschraling van voorzieningen in de regio's een halt toeroepen. En dat is één. En twee, ik hoop ook echt en ik denk ook echt met wat mevrouw van der Plas hier van BBB inbrengt, dat we als Kamer wat meer kunnen betekenen dan dat nu is gedaan voor de mensen in de mijnstreek. En daar is het mij om te doen. En daarom ook de handreiking vandaag. Als er iets aangepast moet worden in de voorstellen die al voorliggen, om het meer in lijn te brengen met uw coalitieakkoord, dan sta ik aan uw kant. Laten we proberen om als Kamer ervoor te zorgen dat we iets kunnen regelen voor de mensen in de mijnstreek. En dat we die ereschuld die we daar hebben daadwerkelijk gaan inlossen, in plaats van dat we ze aan hun lot overlaten. Ja, dank u wel. Het was niet helemaal antwoord op mijn vraag, maar de heer Bushoff gaat over zijn eigen antwoorden. Wat mijn punt is, is we zien hier nu gewoon een heel concreet voorbeeld. Parkstad als geheel. Dat heeft ook gewoon met de historie te maken, het verschalen van de voorzieningen, de gezondheid van mensen, het welzijn van mensen. Maar wij zitten hier ook, niet alleen zeg maar om deze actuele debatten te voeren, wij zitten hier ook in de Kamer om naar de toekomst te kijken van wat hebben besluiten die wij hier nemen, wat heeft dat gevolgen voor een regio? Dat kan, nogmaals, er wordt hier gewoon heel vaak geroepen dat sectoren weg moeten of dat die hier eigenlijk niet gewenst zijn of dat het maar liever naar het buitenland gaat. Ik heb net ook met mensen buiten gesproken, een meneer die zei van blijf opkomen voor de boeren, want die hebben we ook nodig in Limburg. En dan wil ik niet alleen op boeren houden, maar het gaat ook over bijvoorbeeld industrieën, bepaalde industrieën die wij hier niet willen. Ook in Limburg grote industriële bedrijven waarvan hier eigenlijk wordt gezegd van nou die vinden we eigenlijk niet zo leuk, die moeten weg. Maar we zien dus waar dat toe leidt in de regio qua economische werkgelegenheid. En dat wil niet betekenen, sorry voorzitter, de laatste zin. Dat wil niet betekenen dat wij alleen maar zeggen van geld, geld, geld. Maar het heeft wel degelijk gewoon heel veel effecten op een regio als je dit soort dingen onnadenkend gaat doen. Ja, voorzitter, ik ben het daar helemaal mee eens. Als je onnadenkend sectoren weghaalt uit Nederland of voorzieningen laat verdwijnen. Ja, volgens mij moet je dat nooit zonder daar goed over na te denken doen. En moet je er altijd voor zorgen dat je nadenkt over wat zijn de consequenties. Wat zijn de consequenties als een ziekenhuis sluit voor de mensen daar? Wat zijn de consequenties van het verdwijnen van de voetbalclub, de bibliotheek of de lokale school door maatregelen die hier in Den Haag worden genomen? Volgens mij is het heel goed om over dat soort vraagstukken na te denken. En dat zullen wij ook hier altijd doen. En ik denk in dat licht doe ik ook mijn oproep aan de Kamer vandaag. Laten we samenwerken voor de toekomst van de mijnstreek om te kijken wat we voor de mensen in de mijnstreek kunnen betekenen. Want ze hebben te maken met grote gezondheidsachterstanden. Ze hebben te maken met toenemende armoede. Ze hebben te maken met werkgelegenheid die terugloopt. Ze hebben te maken met voorzieningen die verdwijnen. En volgens mij moeten we daar iets aan doen en die verschraling in de mijnstreek en in andere regio's in Nederland een halt toeroepen. Mevrouw...